Johan Derksen, 75 jaar oud, ondergaat aanstaande vrijdag opnieuw een operatie aan zijn liesbreuk. Eerder dit jaar ging de ingreep mis, maar Derksen blijft optimistisch en plant om vrijdagavond gewoon weer aan tafel te zitten bij Vandaag in In de uitzending van Vandaag in op donderdag noemde presentator Wilfred Gené vrijdag een belangrijke dag voor Johan. Gené vroeg zich af of het deze keer wel goed zou gaan. Johan reageerde nuchter: de liesbreuk is de meest eenvoudige operatie. Een beetje slager zou het ook kunnen. Ondanks zijn schijnbare nonchalance liep het eerder dit jaar mis toen zijn darm vast kwam te zitten. In april werd hij hieraan geopereerd, maar nu moet hij opnieuw onder het mes. De operatie stond gepland voor half twaalf ochtends. Johan verwachtte dat de verdoving tegen het einde van de middag zou uitwerken. Vastberaden verklaarde hij dat hij daarna gewoon weer aan tafel zou zitten. Wilfred Gené, bezorgd om zijn collega, twijfelde aan dit plan. Hij besefte echter dat Johan zich door niets laat tegenhouden. We gaan het zien, Johan. Misschien ben je niet helemaal scherp, maar dat nemen we je niet kwalijk, merkte Wilfred op tijdens de uitzending van vandaag in Sait op donderdagavond.